Hi, welkom bij het Saxion City Battle. Mijn naam is Luca en in deze miniserie geven we antwoord op de vraag: wie wint het Saxion City Battle 2021? Saxion heeft locaties in 3 verschillende steden, namelijk Apeldoorn in Deventer en Enschede. Deze 3 steden vormen het decor van de Saxion City Battle. In de kroegen achter mij zitten teams klaar om met verschillende spellen zoveel mogelijk punten te behalen. Het team dat aan het eind van de laatste aflevering de meeste punten heeft, wint de Saxion City Battle 2021. Dus, laten we beginnen! Oké, dan zijn we alweer aangekomen bij de volgende ronde, namelijk de pubquiz. Zijn we een beetje bekend met pubquizzes? Ja. Ja. Ik geef jullie zo meteen een whiteboard en dan ga ik 10 vragen stellen in 2 rondes. Die allemaal wat te maken hebben met Saxion en de Saxion steden en kamperen. Elk juist antwoord is een punt waard, dus laten we snel van start gaan. De eerste vraag. Afgelopen weken konden wij genieten van de Olympische Spelen in Tokio. Uiteraard heeft Saxion haar weg ook naar Tokio gevonden. Want hoeveel studenten van Saxion hebben meegedaan aan de Olympische Spelen in Tokio? Zeg alsjeblieft dat je dit weet, Stefan. Ik denk 5. Oké, 3. Doe maar 3. Laten we dan gewoon 3 doen. Ik voel dit. Ja, oké. Okay, nou, zeker weten? Ja. Wakker in. Oké, eenmaal, allemaal? Ja. Helaas, dat is fout. Ik heb het goede antwoord gehoord, maar dat was helaas niet dit. Eenmaal, andermaal. Ja. Helaas, dat is fout. Het goede antwoord was 5. Oh, ja, dus dat vond je 2 al veel, hè? Dat was te. We houden het gewoon nog eventjes voor de volgende vraag bij de sport. Want we gaan even kijken naar voetbal. In elke Saxionstad is wel een club te vinden die een balletje weet te trappen. Maar in welke stad of steden vind je een professioneel voetbalclub? In Enschede, gewoon Twente. Ja, toch? Ja. Deventer, zeker weten? Ja. Enschede? Ja. Ja, dat is deels goed. Deventer heeft inderdaad de Go-Ahead Eagles, wat jullie al zeiden. Enschede en Deventer dan. Ja, dat is goed. Je zei het al, Enschede heeft FC Twente en Deventer heeft ook Go-Ahead Eagles. Nou, dat is meteen een mooi brugje naar mijn volgende vraag, want die gaat over de steden van Saxion. Kunnen jullie mij vertellen hoeveel mensen er hier in Deventer wonen? Je mag er 10.000 naast zitten. Hoeveel mensen er hier in Apeldoorn wonen? 120.000, denk ik. Ja. Ja, ik denk nog wel iets meer hoor. Je mag er 10.000 naast zitten. Kan ik jullie zeggen dat jullie het goed hebben? Oh. Niet helemaal, maar met die 10.000 hebben jullie het wel goed. Oké, nou helaas, is weer fout. Net niet. Het is 164.770. Ah! Dat is 120.000, ja. Mooie 2 ook. Het is alleen niet juist, helaas. Het juiste antwoord was 159.774. Nee. Oh, dat is wel groter. Een beetje vernaast. Ja. Studeren kan natuurlijk niet zonder onderwijsinstelling. En die onderwijsinstellingen kunnen dan weer niet zonder het college van bestuur. Uiteraard heeft Saxion er ook een. Die heb ik hier mooi staan. Die telt 3 leden, waarvan 1 man. Nu is de vraag, wie is deze man? Dat is Timo. Dit. Nee? Gewoon Timo. Zo? Ja. Laat het proberen. Het is inderdaad Timo, maar niet Timo de Sluis. Ah, Timo Janssen. Janssen. Nou, bijna, bijna. Het goede antwoord was Timo Kos. Nou, dat zou ik toch wel een beetje bijna. We gaan door naar alweer de laatste vraag van deze ronde. In Nederland heb je de VVV. Maar ja, waar staat de VVV eigenlijk voor? Geen idee. Gaan we? Ja? Ja, is goed. Zeker weten? Ja. Zeker weten? Ja. Nee, ik heb geen idee. Oké. Zeker weten? Ja. Bijna. Het was Vereniging van Vreemdelingenverkeer. Oh. Dus vreemde vervoer. Ja, ja, een beetje in de buurt. Het staat wel in de goede richting. Geen stad zonder burgemeester en geen pubquiz zonder bonusronde. We hebben lekker 5 vragen erop zitten, dus nu is het tijd voor de bonusronde. De burgemeester die een berichtje voor jullie heeft. Zoals je ziet staan we op het centrale plein in Deventer, de Brink, met geweldige horeca. Het is hier eigenlijk altijd gezellig. We hebben heel veel restaurants en terrasjes.
Ik hoop dat jullie een hele goede tijd hebben met liefdes, met vriendschap, met studie. Mijn vraag aan jullie is, bij welk restaurant hier op de Brink kan je het gerecht Oldenzaal? De Hangover? De Meijer bestellen. Niet bij mij thuis, maar hier. Veel succes! Dus de vraag is, in welke kroeg, bar, restaurant, tentje staat Hangover op het menu? Jullie krijgen daar 15 minuten voor. En dan zie ik jullie hier zo meteen terug en dan geven jullie mij het antwoord. Yes. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nou, in 3, 2, 1, go! Oké, we moeten dus de Hangover gaan zoeken. Oh, deze of die? Weet jullie toevallig of de Hangover op het menu staat? Hangover? De Hangover, ja, de Hangover. Of hier in de buurt? Er is een gerecht? Nee. Ik ben echt een Apeldoorns vrouw, maar dat is echt... Wow, what the fuck? En? De Hangover! Ja, oké. Ja? We kopen jullie de Meijer. Hoi. Hi. We kopen jullie de Meijer. Ja, ja. Ja? Ja, oké. Ja, blut. Ja, doe spuur. Oldenzaal. Yes. We hebben hem. Oké, Meijer, kom. De babbels. Yes. De babbels. Net binnen de 15 minuten. Oké, babbel. Zeker weten? Ja. Dan hebben jullie het goed. Ja. Het oer. Dat is goed. Yes. Ja. Goed. Ja. Netjes. Dat zijn toch weer even bonuspunten. Jullie hebben 4 bonuspunten nu in de pocket gekregen hierdoor. Dan gaan we door naar de volgende ronde van de pubquiz. Zo, welkom terug bij alweer ronde 2. De laatste resterende 5 vragen zijn nu aan de beurt. Oké, nu moeten we knallen. Ja, we gaan het knallen nu. Ja. Dus dan gaan we gewoon meteen beginnen met de 6e vraag alweer. In 2016 heeft Elsevier onderzoek gedaan en stond er een Saxonstad in de top 15 van de leukste studentensteden. Maar welke stad was dat? Ja, lijkt mij ook. Je hebt ook universiteit en zo. Ik denk ook Enschede. Ja, Enschede. Dat is goed. Enschede. Enschede, ja, zeker weten. Ja. Nou, dat is goed. Yes. Ja. Enschede is goed. Ja, dat is correct. Yes. Sommige steden die kennen ook een donker randje, helaas. Zo staat Enschede bekend om de vuurwerkramp. En Apeldoorn voor het ongeluk bij de Naald met Koninginnedag. Maar Deventer, waar staat die bekend om in het rijtje? Oh, wat zei jij ook weer als eerste? Moord. Doe maar die ontploffing dan. Ook een ontploffing? Ja, was een ontploffing. Wat is jullie antwoord? Ja, laten we moord doen. Moord? Ja, is goed. Ja. Het is de Deventer moordzaak. We gaan het proberen. Helaas, niet goed. Ontploffing. Ja. Zeker weten? Ja. Helaas, geen punten. Nee. Het goede antwoord was namelijk de Deventer moordzaak. Om het even wat vrolijker te maken, gaan we door naar vraag 8. En daar gaan we vooruitkijken naar de volgende zomervakantie alweer. Dus deze zomervakantie is net voorbij en we gaan nu alweer lekker naar de toekomst kijken. Want ja, een goede voorbereiding is altijd handig. De ANWB heeft een top 8 van favoriete vakantielanden samengesteld. Welk land denken jullie dat er op nummer 1 staat? Van dit jaar? Of gewoon überhaupt? Gewoon... Ja, überhaupt. Frankrijk, sowieso. Griekenland. Ja? Nou ja. Gaan al die Nederlanders niet met de caravan een tentje naar Frankrijk? Ja, maar we zijn lekker goedkoop, hè? Ja, Nederlanders zijn zuinig, dus we hopen sowieso binnen Europa. Je zat heel dichtbij. Wij zeggen Spanje. Ja, echt? Ja. Ja, ik heb één land helaas niet genoemd gehoord. Dat is namelijk Nederland. Misschien een beetje een eigen dunk van de ANWB. Oh, ja. Ze hebben Nederland op nummer 1 gezet. Nou, dat klopt niet. Nee. Maar Frankrijk, ja, dat mag ook. Maar het is helaas geen punten waard. Jammer. Door naar vraag 9 alweer. En daar heb ik een leuk attribuut voor. Stel je voor, je bent klaar met school en je gaat richting het station lopen. Voordat je daarheen loopt, ga je natuurlijk even je tas inpakken. Maar waar in je tas stop je nou de zwaarste spullen? Halverwege tot de rug. Niet onderin, niet bovenin, maar halverwege tegen de lichaam. Dicht bij je rug. Ja, dat is toch natuurkunde of iets. Ja, jij doet een van. Nou ja, ik weet het alsnog niet. Het middelste vak. Ja. Beetje verkeerd geschreven, maar niet uit. Dicht bij je rug. Nou, zeker weten? Ja. Ah. Ja, nou, is goed. Ja. Zo dicht mogelijk tegen de rug. Als je zware inhoud zo dicht mogelijk bij je rug houdt, dan ondervind je de meeste steun. En dan krijg je dus ook minder last van het zware gewicht van je tas.
We zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste vraag, vraag 10. Dat ging snel. Ja, maar voor deze laatste vraag hebben we er eentje bedacht waarvoor je iets meer tijd nodig hebt om een antwoord te krijgen. Je kan alleen ja en nee antwoorden. En voor welke je punten krijgt, ja, daar kom je dan uiteindelijk wel achter. Moet je goed luisteren. Ik ga hem één keer stellen. Zouden jullie het niet leuk vinden om geen punten te krijgen, of niet? Wat? Zouden jullie het niet leuk vinden om geen punten te krijgen, of niet? Geen punten. Zou ik niet, ja. Ja. Zouden jullie het niet leuk vinden om geen punten te krijgen? We gaan voor... Zeker weten? Het is zelfs omcirkeld, dus jullie zijn wel zeker van je zaakje? Ja, zeker. Ja. Ja, 100% zeker? 100%. Kan nu niet meer terug, hè? Nee, precies. Dat is juist. Top. Ja? Oké. Dat is goed. Zo dames, ronde 2 zit er alweer op, hè? Jullie willen vast wel weten hoeveel punten jullie hebben behaald in deze ronde. Ja, zeker. Even zachtjes tromgeroffel. Jullie hebben in ronde 2 maar liefst 13 punten gehaald. Oh ja. Van de 25. Jullie konden 25 punten halen en jullie hebben 9 punten behaald. Ja. Nou, dat was de pubquiz. Jullie willen vast en zeker wel weten hoe jullie het gedaan hebben. Ja, zeker. De punten zijn berekend en jullie hebben een totaal. Je kon 25 punten halen. Jullie hebben een totaal van 14 punten. Damn. Jullie hadden 10 punten in de pubquiz zelf en jullie hebben ook nog mooi die 4 bonuspunten weten te pakken. Ja. Dus dat maakt een eindstand van 14 punten. Dan gaan we even kijken hoe jullie in het klassement staan. Team Deventer heeft de pubquiz gewonnen met een score van 14 en krijgt daarom 100 punten voor de winst. Team Apeldoorn grijpt net naast de winst en krijgt 50 punten voor de tweede plek. Team Enschede heeft helaas niet zo goed gescoord en krijgt voor de tweede aflevering 0 punten. Als we de punten van de vorige aflevering erbij optellen, krijgen we de volgende tussenstand. Team Deventer komt aardig terug en komt op een totale score van 150 punten. Team Apeldoorn staat door de tweede plek tijdens de pubquiz nog net boven Team Deventer met 170 punten. Team Enschede pakte geen punten en blijven steken op 125 punten, waarmee ze voorlopig onderaan eindigen. Dit zie je de volgende keer in de Saxon City Battle 2021. Ik heb toch even 3 Red Cups weten te flippen. Ja, lekker gedaan hoor. Dank je wel. Zo, dat was stressvol, of niet? Ja, zeker. Nou, jullie hebben maar...